Hoi allen, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 5. We bespreken onder andere de mol die het verkeerde sausje kiest, de mol die zichzelf verspreekt en zou de mol gaan vliegen? Om deze video te beginnen zou ik jullie willen vragen om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. We hebben bijna de 1600 abonnees en het zou echt geweldig zijn als we dat dit seizoen van De Mol gaan halen. Goed, opdracht 1. Kort gezegd eten en boodschappen doen. Wat viel hier op? Toos en Lieselot waren samen als eerste bij de envelop in de ochtend, zeg maar. Toen lag die envelop in de koelkast. Toos vond die envelop. Dan konden ze natuurlijk ook als mol zijnde, konden ze dan snel kiezen waar ze wilden zitten. En dus ook in welk groepje, in het boodschappen doen of in de holdocs maken. Het ene groepje ging boodschappen doen met een familielid of vriend. En het andere groepje ging holdocs maken. Mij viel het hier op dat het groepje van de holdocs de opdracht het slechtst uitvoerde ten opzichte van het andere groepje. Thomas die bijvoorbeeld mosterd wilde smeren op zijn broodje, terwijl het een andere saus moest zijn. En bij het andere groepje valt comfort heel erg op. Als mol kan je namelijk makkelijk de robot uit laten gaan natuurlijk. En hem daarna toevallig niet meer vinden. En gewoon een beetje als mol blind om je heen te staren. Zou trouwens ook nog een leuke verborgen tip kunnen zijn. De mol is blind. De mol was deze aflevering letterlijk blind. Daarnaast valt ook nog in het groepje de promoactie van 1000 euro op. Lancelot stoot de cornflakes om, net zoals hij het rode ei omstoten van Ruben. Een paar afleveringen terug. Ik denk dat je dan als mol dus eigenlijk ook het liefst in het supermarktgroepje zit, omdat je hier het meeste geld kan wegmollen. En het is gewoon prachtig beeldmateriaal. Het andere groepje is ook prachtig met beeldmateriaal, dat er mosterd bijvoorbeeld in je nek wordt gespoten ofzo. Maar een mol is echt blind. Hierna werd er door de familieleden en vrienden verteld of de kandidaat de mol zouden kunnen zijn. Het valt op dat Thomas zijn vriendin zegt dat Thomas absoluut niet de mol kan zijn. En Ruben zijn vriendin begint te vertellen dat Ruben het wel kan zijn. En Ruben antwoordde hier letterlijk ja op. En daarna switchte het beeld gelijk weg naar een volgend shot. Zegt Ruben hier dus eigenlijk de waarheid? Is hij de mol? Dan opdracht 2. Een hele toffe opdracht. Allereerst een mooie tip en verspreking van Ruben. Ruben zegt namelijk als de garage van het stuntvliegtuig open gaat. Dat is echt super graaf. Niet super gaaf, maar super graaf. Graaf in graven als mol Ruben. Erg verdacht in ieder geval. Verder zegt hij ook tegen Lancelot als het vliegtuig een slow roll doet. Zeg maar een slow roll, dus rollen. Dat het wederom weer een looping is. Nou is dat geen looping. Een looping is zeg maar in een achtbaan zo. Zo. Ja, jullie snappen wat een looping is, denk ik. En dat is niet een slow roll. Dus van de zijkant. Dat is geen looping, Ruben. Dat is geen looping. Daarna stuurde Thomas nog aan op de verkeerde film met actrice Sigourney. Hij zegt Copycat, de film Copycat. Terwijl Ghostbusters lijkt mij ook veel bekender is dan Copycat. Nou, ook valt het nog op dat Thomas daarnaast de juiste stunts had gekozen. Helemaal correct. Alle stunts had hij correct overgenomen en gehoord. Maar het niet snapte dat de film Peter Pan was. Of nou ja, de film Hoek. Dus Haak, zeg maar. Kapitein Haak. Het is hetzelfde als Peter Pan eigenlijk. Het kind in het fragment zegt namelijk ook nog zo Peter. Hij zegt letterlijk Peter, het kind in de film, aan... Hoe heet hij? Johnny Williams? Hoe heet hij nou? Bruce Williams? In ieder geval die acteur. Hij maakt daarna ook nog eens een verspreking dat er een cirkel van kinderen te zien was. Terwijl er maar één jongetje te zien was. Waar haal jij die cirkel dan vandaan, Thomas? Maar later geeft hij toch juist wel weer hele goede instructies aan Lancelot om met de drone te vliegen. Dus het is een lastige Thomas-situatie hier. Mijn mol blijft op dit moment een beetje hangen bij Thomas en Ruben. Maar de keuze kan ik zeg maar nog niet echt maken. Dan wil ik jullie even reminden om te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Voor elke wekelijkse podcast, video's en allerlei andere extra dingen. Dan de test en eliminatie en geen opdracht 3. Eliminatie, niet eliminatie, eliminatie. Waar is opdracht 3? Ik krijg sowieso best wel wat reacties binnen dat dat kijkers deze aflevering minder vonden dan vorige afleveringen. Is ook logisch. Maar als je gaat bedenken dat ze deze aflevering en allerlei rechten hebben moeten vragen aan de films die ze hebben gebruikt. Zoals Ghostbusters en de film Hoek.
en dan ook nog zo'n stuntvliegtuig in hebben moeten huren, dan best prijzig allemaal. Een supermarkt afhuren, weet je, dat soort dingen. Die robots ook nog inhuren. Dan kom je best wel op een aardig bedrag uit om die opdrachten te maken. Maar ik vond het zelf ook wel een iets mindere aflevering in vergelijking met vorige week. Niet heel veel twists en zo. Nou ja, de resultaten van de test zijn als volgt. Lieselot zat op Lancelot, Thomas en Ruben. Vond ze verdacht qua haar verdachtheid, wat ze in de biecht vond. Thomas zit op Lieselot. Ruben weten we niet. Waarom weten we die niet? Geen idee. Lancelot zit op Ruben. Comfort zit op Toos. En Toos zit op Lancelot. Nou ja, we weten dus niet op wie Ruben zit, wat erg jammer is. Verder is Lieselot dus afgevallen. Maar daar kunnen we natuurlijk ook niet heel erg veel mee. Even over Lieselot ook nog. Toos en Lieselot, daar had ik het net over. Even een flashback. Dat Toos en Lieselot samen in de ontbijt als eerst waren. Nou ja, Lieselot is afgevallen. Dus dan blijft eigenlijk Toos over. Die dan eventueel die envelop als mol zijnde had kunnen vinden. En dan nog even verder over de testresultaten van Ruben. Het kan namelijk wel zo zijn dat Ruben bijvoorbeeld volgende week gaat afvallen. En dan weten we ineens niet deze aflevering op wie die zat. En dan weten we dus volgende week waarschijnlijk ook niet op wie die zat. En verder Comfort, die valt op. Die zit namelijk heel erg op Toos. Comfort heeft natuurlijk de kans gekregen om het recht te trekken. En ze noemt vooral in de biechten in de montage, volgens de montage, en noemt zij op dat Toos best wel verdacht is voor haar. Dus het kan zeg maar net zo goed zijn dat Toos dus eigenlijk gewoon de mol is. Dan nog even een theorie gevonden door mollenjagers-2023 op Instagram. In het intro van aflevering 1 moeten de kandidaten bellen met een telefoon om de deelname te bevestigen. Er wordt door de telefoon welkom bij de mol gezegd. En Thomas is de enige die hierop antwoordt met hallo. Zegt Thomas hier hallo tegen de mol zichzelf? Als jullie hem niet begrijpen, er wordt dus gezegd welkom bij de mol. Dus dan zou je dus denken hier staat de mol en de mol die zegt hallo. Dus dan zou dat Thomas zijn. Best leuke hint. Of nou ja, tip. Of theorie. Tiptheorie. Dan gelijk ook nog even na de aflevering werd Ruben het meest verdacht door de kijkers. Gevolgd door een gedeelde tweede plaats met Toos, Lancelot en Thomas. En heel weinig mensen verdenken Comfort. Comfort zou eigenlijk nog wel een mol kunnen zijn. Want dat zien we ook in het begin van de aflevering. Dat is heel mooi gedaan door makers dat Comfort zegt, waarom zou ik de mol niet kunnen zijn? Dan heb je meteen alweer een hele goede twist, mocht zij echt de mol zijn. In mijn WhatsApp groepsapp, de Mol Pro S11, de seizoen 11, zitten de meeste mensen op Thomas, gevolgd door Ruben. Mocht je hierin mee willen stemmen elke week, dan staat er een link naar de groepsapp in de beschrijving van deze video. En daarnaast zal er in die groepsapp ook kun je ook punten inzetten elke week op wie jij denkt dat de mol is. En daarnaast kun je de testvraag, die ik ook post op mijn Instagram account de Mol Pro, kun je ook via die groepsapp insturen. Gewoon een fanmade testvraag. Het is niet officieel, het is allemaal fanmade. Nou, dan tot slot om deze video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de 6e aflevering van De Mol alweer te zien op GoPlay en Play 4. Voor de eerste hints en theorieën kan jij onder andere mijn Instagram account @demol_pro volgen. Daarnaast heb ik met Dinant, Kim en Arjan de podcast Procast. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen. En hebben we soms nog wat extra hints en theorieën die ik niet in de video's behandel. En deze zal elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. Dan nog even een mededeling. Volgende week is het, in België is het paasvakantie. En in ons is het bij ons is het dan meivakantie. Ik zit volgende week zondag tot volgende week, ja, wat zal het zijn? Volgens mij tot volgende week vrijdag. Zit ik in Tsjechië en dat betekent dus dat ik geen podcast en geen video kan gaan uploaden voor vrijdag. Dus ik ga proberen om op zaterdag nog een video te uploaden en dan de podcast weer samen te voegen met aflevering 5 en 6, dus over 2 weken. Dan nu bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer ook zeker voor meer, voor die 1600. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.